En met jou tegen voetbal moet er toch ook goed gegeten worden. En daar hebben wij groenteboer. Dus we beginnen met het minuutje. En deze is met een bling voor de wedstrijden aan de rol. Lucht het maar eens. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. Beckenhouse niggers. Oh, dat mag ik zeggen. Beckenhouse niggers. Hé, hey, je moet weer kutten, dat mag ik ook niet zeggen. Oh, dat doe ik echt niet, hoor. Hé, hey, alles goed, jongens. Dus we gaan vandaag iets lekkers maken met aardbeien, scharreleieren, slagroom, jam, suiker, een mes, een rode wijn. En hier hoort een mix erbij. Maar ja, hoe professioneel als altijd. Ik ben er weer kwaad. Doe jij mee? Waar zit de mixer? Jij moet goed opletten. Nou. Was het de mixer? Nee, aardbei. Nee, het is een aardbei zonder ei. Wat is deze? Oh, hier is de mixer. Ja, dit is te gek, jongen. Nou, kijk, 100 euro voor jou, jongen. Nou, dat is dat 2 euro. Nu gaan we vandaag gewoon aardbeien. Bavarois maken. Dat is een Engelse benaming voor stroom, maar ja, bij. Voor die bovenrent Kieran Janke. Nou, dat is gek. We gaan even eitjes splitsen. Dan doen we hier het eiwit in. En hier het eigeel. Ik denk dat het eerste stuk hier voor de camera staat, maar ik heb vroeger ook van die shows opgenomen. Waar ik op sporten, hier de hockey. Hakje 1, hakje 2, hakje, je hebt hem tot met hakje 6. Kun je misschien wel een keer gezien? Ik ging altijd hardlopen met zo'n hakjestik. Dus ik ga met eiwit aan de gang met de neer. Hakjestik op mijn nek. Ja, er stond een scheenbescherm aan. Een mooi rakje aan. Onthoud niemand. En dan ga ik een mooi verhaal vertellen. Vorige week kwam de spaar tegen. En hij weet tegen hem. En toen had ik zoiets van, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ah, dat is wel wat. Dat is wel wat. Je nam het al bij, jongen. Dat is wel wat. Als het echt, echt waar is, dan ben ik een man. Nou, toen ging je weg. Heb je dat ooit meegemaakt? Iemand was een beetje zaken erin zo. Ja, dan is deze klaar en dan zeg je van Guus, dan moet jij die dingen dan niet wel maken. Ja, dat moet ik wel, maar daar heb ik geen zin in. De zwarte slagroom zal niet staan, nou, dan hebben we gewoon pech. Misschien ben ik dan weer te binnen. Sef was hier vorige week, die had een verhaal. Hij kwam binnen en dan was... Ja, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Als je halverwege bent, doe er een beetje zaken bij, jongens. Ik ga er verder roeren. Nou, deze duurt even, zie ik wel. Ik denk dat we een klein breekje hebben voor opa Frans. Opa, take it away. Heel veel lessen vol of niet? Ja, het is goed dat ik mijn stressballetjes heb, want we gaan weer terug naar de keuken. Oh, sorry. We zijn er alweer. Nou, slagroom is een beetje half staaf. Als ik om 2 uur, half een bak, weet niet, kop tegenaan. Aardbeien, jam erin. Leg nog even op lager, sneller, zo een beetje erin. Als je een beetje het idee hebt dat het iets met aardbeien te maken heeft. Pak die eiwitten. Dan gaan we erin spatelen. Oh. Ja. Ik ken de vroeger nog van die moeder ook wel eens gemaakt. Die pakjes, saroma, een beetje melk erbij, warm maken, glas schieten, dan de koeling zetten, lekker luchtig.
Nou, net een blok karton was deze geleden. Nou, is vroeger had een veendemien. We gaan hier een paar aardbeien erin doen. Dan zijn we met z'n vieren, dus ik heb hier 12 schaltjes. 2, 4, 18, 6, 22 en ik had er 23 bij. En daar weet ik zeker dat die fucking pannenkoeken hebben meegenomen. Die is dus van mijn jongen. Gaan we niet gewassen. Nou, dan maar 23 aardbeien. Wat is deze hier? Is deze echt slagroom, jongen? Is de echte? En niet genept? Dacht, staat erop hoor. Echt slagroom. Ah, oké, fijn jongens. Bavarouatje nog maken, hè. Ik doe er een klein beetje verse aardbeidjes in. Ik ga even de grote units eruit schaken. Kran, kijk. Zie je die spinnen? Is een tarrevogelschaak? Kijk hier. Oh, krijg een zaak mee. Dat is bio-industrie vliegen ze. Dit is een hele kleine hasje die twee op elkaar. Ik heb er dan weer een hele grote stallen van gebouwd. Die moet allemaal op de industrie draaien. Miljarden vliegen. Ik snijd deze in vieren. En dan ga ik gewoon zo, puur natuur, recht in Bavarouijn. Gewoon, dat gezegd zo van, hop, die Bavarouijn. Heel zijn kleren onder, Jan. Als je over de zaak, alles moet stil liggen. Alles moet stil liggen. In het grootste zit je niet. Hier, jongen, hier. Kijk eens hier, jongen. Alles moet stil liggen. Baart hij een vleksje op zijn kleren. Opa Frans, misschien heb je nog een break nodig, jongen. Want och. Ja, kunnen we verder, Baart? Overleven, dan kunnen we ademhalen, jongen. He? Trek het nog. Shirt van de knaak, jongen. Vincentje Shop. Nou, kom op. Hup, met die aardbeien. Ja, Baart. Och. Kun je dan alles waait helemaal weg. Er staat alleen maar een schaal in beeld op een gegeven moment. Hij is echt gewoon. Kijk hoe wat het is, hoor. Nou, dat is helemaal onder. Ja, dat krijg je ervan, jongen. Nou, ga ik weer. Dat is echt gewoon. Ik zeg van, nou. Dan gaan we lopen, ook, maar dan ik die kant op, jongen. Maar ik ben niet, ja. Ik ben gewoon camouflage, jongen. Mensen zien er niet. Ik sta direct tussen die schotels van die Bavarouijn. Wat schuurt er? Wat schuurt er nou? Zat denk ik, hè? Deze erin. Moet je erin mengen zo. Heerlijk, jongen, heerlijk. Nou, alles goed opruimen dat ik begin. Wel de HCCP-regels hier, hè? Ik wil de schotels vullen, jongen. Net zo van vroeger. Hop. Deze is gewoon Bavarouijn. Allergie gewoon. Kijk, we les een beetje kunnen gaan. Een beetje uitleggen zo. Nou, dan zijn wij deze week klaar. Ik zet deze even in de koeling. Oh, dan zit hier een beetje naar mijn kin. Ik heb hier heel even aan, dus een klein beetje naar mijn kin bij. Kin! Ik ga die tering zo eens opruimen. Pannenkoek, zooi! Ik zet deze in de koeling en dan. Ik laat. Volgende week lag ik op resultaat zien. Ik doe dat deze keer niet. Kijk ook dat ze jong. Hier is een heel vlek aardbeienmoes. Rock and roll! Nou, die gaan in de koeling. Hoppa Frans. Heb jij ook nog een beetje, jongen? Neem jou gewoon mee. Hallo. Wacht, ik moet even stoppen.